Yo, goedendag Jim. Daarboven, ja. Nee, rustig maar. Ga even, ben bezig om de plant er even bij te vullen. Want we gaan vandaag wel een beetje weer met de veld aan de gang. Want er zijn al aardig wat dingen weer wat ik... Kijk maar. Ja, wat ik klaar moet maken weer. En dan wil ik toch wel graag een klein beetje bijhouden. Niet dat we straks... overal een beetje achter de feiten aanlopen. Dat we alles kunnen oogsten en dat we alles weer hoog tot de bodem liggen. Er moet wel regelmatig één keer wel klaar zijn. En op dit moment kunnen we daar nog redelijk een beetje zo bijhouden. Ik kan even weg. Even kijken, wat is de bedoeling? Ik wou dus. Ops, gaan we even dit veld van Munnik even weer mais inzaaien. Deze haar is al klaar. Hij stond ook mais op. Wat goed is. Heb ik nou tarwe opgezaaid voor die beste man, voor stro. Dan wil ik even bij Munnik de dieren nemen gaan doen. Want de kuilvoerbalen die zijn nu eindelijk gefermenteerd. Dus die kunnen als voer, als compleet gemengd mengsel gebruikt worden. En daarna wil ik naar Banning en dan wil ik dit veld even klaarmaken. Deze omploegen. Hier stond het gras op. En waar de vorige keer de hooi vanaf gehaald. Daar wil ik dus ook mais op hebben. Dan heeft hij twee keer mais, twee keer gras. En dan heeft hij dit gerstveld ook klaar. Daar kan ik ook geoogst worden. Moet ik inkijken hoe ver ik daarmee kom. Want ik wil eigenlijk dit veldje voor de varkensboer oogsten. Kijk, die is klaar. Want dat is koolzaad. Dit is ook koolzaad. Dit is nog mais. Als ik dit koolzaad ook bij in die feed mixer heb zitten, kan ik varkensvoer alvast maken. Moet ik alleen nog even met de varkensboer even een beetje aardappels ophalen bij Kuipers. Want die heeft nog een beetje aardappels in voorraad. En dan kan ik hem aan de loop zetten. Dan krijg ik nog varkensvoer. En dan wil ik graag wel een beetje, ja, redelijk snel aan de loop in melk. Dus ik denk, als wij bij Munnik klaar zijn, dat we even een paar mensen bij Bannik aan het werk zetten. Bij die veldjes. Ploegen en weet ik veel, bemessen. Denk ik dat we ook even moeten, natuurlijk. Dan gaan we daarna even naar de varkensboer om dat veld koolzaad te oogsten. En even zien hoe die pikvoetmixer aan de loop kunnen krijgen. En dan, als we dat allemaal klaar hebben, dan denk ik dat we een aardig eind punt met de aflevering. Dus weer barkzaad. Dus we klappen deze in. We gaan naar Munnik en dan gaan we in ieder geval dit ding aan het werk zetten. En dan kunnen we dan nog even de koetjes even voeren, want die hebben helemaal niks meer. Dat was de vorige keer ook al zo. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ik zag dat bij die Banning de melktank volgens mij ook vol zat. Die beesten die hebben nog wel voer. Dus die moet ook leeggehaald worden. Nou, dat gaat allemaal automatisch, gelukkig. Daar hoeven we niet veel aan te doen. Even kijken, dan gaan we even kijken hoe wij dit even het beste kunnen doen. Nou denk ik dat die beste man daar niet genoeg aan heeft. Of heb ik dat uitgeschakeld? Dat kan ook, want... Nog een paar, dit is in ieder geval aan de gang, dat is mooi. Kijk, opbrengstbonus. Hij zit, was 100% bij mes, dat is ook alweer zonde, hè? En gelukkig telt hij dat er niet vanaf van de trekker, als het goed is. Kijk, hij blijft gewoon zo staan. Ik heb dat uitgezet. Maar goed, maakt ook niet zoveel uit. Nou goed, dat is aan de loop. Dus, maar goed, dat veld is niet zo groot, dus daar hebben we een keer klaar. Dan wil ik nou even gaan voeren bij Munnik. En dan gaan we daarna. Het spul aan het werk zetten bij Banink. Zo, nou daar zat nog wat in. Blijkbaar. Ik had er al een baal kuilvoer in gesmeten. Kijk maar, want ik moet dat dingetje er wel in bij hebben. Die mengverhouding, man. Hier, er moet nog één baal kuilvoer bij in. Moest even kijken waar we dan uitkomen. Ik heb al een beetje spul klaargezet. Ik weet niet of ik dat kan rekenen, hoor. Wat wil nog niet? Gaat net, hè? Kijk. Als een verrijker al wel niet goed voor is, hè? Het zijn natuurlijk kleine baaltjes, dus... Als
Volgens mij had ik de vorig jaar al een beetje hooi en zo erin gegooid. Kijk, maar moet ik even zien dat ik via deze kant nou helemaal ga doen, want anders dan. Even snel even twee karretjes erin, dan zit het spul ook vol. Beetje stro in. En dan gaan we straks even mooi aan het bemesten. Wie ben ik? Kijk nou, ik heb aardig wat of niet? Dus dan moet ik even vast indrukken. Er gaan toch geen twee volle karren in, dat goed is. Dat goed is. Maar we zullen voorlopig denk ik toch aardig wat bij de boeren, of bij de varkensboer dan, eigen mesten gaan bemesten denk ik. Tenminste, dat lijkt mij wat handigst. Anders kom je daar natuurlijk nooit vanaf. Goh, dan kan ik nooit meer, hè. Dan reageert het niet te traag. Dit er even in. Kijk, gaan we even kijken. De koetjes. Kijk deze. Kijk, die heeft ook weinig stro. Dus dan moet ook... moet er ook nog even in zo meteen. Maar goed, dat staat daar al. Zie. Ik wil er ook zo om achter knuppen. Zo, zo'n duizend. We kunnen hier ook alweer in. God, ik weet het niet eens meer. Is dat waar dan, Nina? Ik weet nog waar, gewoon niet. En kijk, een baal hooi, sowieso. Oh. Uiteraard een beetje stro, want ja god. Toch zit ik nog te denken om in de toekomst, ja toch eigenlijk, je bent een beetje beperkt in. Ik wou dat er een Nederlandse map voor was, om toch een keer met Mais Plus aan de gang te gaan. Toch gewoon met een mais silo en een gras silo te gaan voeren. Het blijft nog heel wat houden. Dat is mooi. Dan laten we de kar gewoon binnen in de schuur staan. Nou, alleen nog een beetje stro erin. Normaal doe ik dat heel vaak buiten, buiten de aflevering om, zeg maar. Buiten de video's om. Dat, toen maar je wilt niet continu aan het voeren mee en weet ik veel wat. Ja, soms, hè, soms is het even nodig. Dus dat bij deze boer natuurlijk ook wel een keer snel gepiept, dus dat is dat is mooi. Wil niet. Mooi is dat hier een halve baaltje er ook nog even in kan, boerder ook vanaf. Nou, we mooi hem hier staan. Dit er nou even bij in. Maar bijna 5000 liter, dus houdt dat maar over de helft vol, ja. Toch gaat het nog wel redelijk hard. Het is maar goed dat ik daar denk ik tarwe op heb gezet, want richting boer zelf ook nog een beetje stro. Nou, dat is daar klaar. Dan gaan we nou even. Kijk, dit is ook al mooi aan de gang. Kijk.
Als je Bina Kloja, regeer je net zo snel, hè? Gaan we in Spollen aan het werk zetten bij boeren Banning. Zo, nou, moet eens even kijken. Kijk, de jongen zit ook aan de brug, jongens. Dat ding heeft ook onderhond nodig. Kijk maar van trekker houden voor de ploeg doen. Want ik wil eerst even dat grasveld om gaan ploegen. Zullen we maar dit noemen? Helemaal mooie dingen die achter is. Dat kijkt toch net even iets fijner weg, vind ik. Oei, wat gebeurt er allemaal, jongens? Kijk, cosplay, finish work is akloor, jongens, die beste man. Hoe hard ga je daar? Ik heb even twee gewichtjes gekocht. Eentje heb ik er alvast voor gehangen. Dat is de 500 kilo volgens mij. Ik kan hier mooi voor. En toen ik die ploeg erachter deed, toen begon het toch een klein beetje. Nou, ik kon merken dat hij nog een klein beetje achterover ging. Dus, en ik heb volgens mij helemaal nog geen gewichtjes bij de loonwerkeling. Die kleine die moet ook nog even naar de werkplaats heen brengen dan. Ik heb het dan toch aan, jongens. Oeh, hoor. Is de brandweer of niet? Kijk wat die lui gaan doen, want ik heb beter in vol aan de haan, Henk. Nou, die gaat niet naar Munniken of zo. Kijk nou. Maar die zal wel, die gaat richting Banning daar nog niet. Ja. Er zal toch maar iets in de haak winnen. Moet je hem kicken. Oh, benieuwd naar. Ik wil me nog wel net zo'n ramtoerist, moet ik zeggen. Een beetje achter de bramje uit te veuren. Ja. Moet je hem kicken naar wat er aan de hand is daar. Laat het los heen, hè. Oh god, oh, kijk toch eens. De vlam die slaat er ook goed, man. Nou, nou. Wat is hem hier neerzetten? In ieder geval even kijken. Vast werk zetten. Zo. Kijk wat hij doet. Ik had hem al ingesteld. Als je hem kijkt naar wat er los is dan, jongens. Want, oeh, kijk toch eens. Die hele hooischuur zit in een handje, wat een gekke ding. Oh, dat is niet best. Ja, kijk, hij zit er ook al bij de kippen van, nou. Oh. Dan hoop ik dat ze dat voorstel alleen al hebben. De maaizaaier was ook klaar, dus die ga ik nog even vast ophalen. Dan zet ik die hier vast neer. Kijk. Geen mooie gang. Ik heb met Min nou laten beginnen. Even kijken hoe dat gaat. Zo maar even doen. In mij zei ik, kan ik hem ophalen bij Munnik. En dan gaan we ook nog de mestrooier in ophalen. Dan kun je een beetje vaste mest van Banning hier overheen stroomen. Het is 50% van mest, zie je daar. Dan moet hij hierna even. Dus die gaan we ook helemaal ophalen. Dus even kijken waar ik deze even neer ga zetten dan. Ik heb niet handig om dat dan op Boer Nerf te doen. Want... mooi chaos weer. Misschien nou even een of ander dammetje vinden, denk ik. Nou kijk, dan laat hij alweer een streepje staan. Ik ben benieuwd hoe dat gaat, moet ik heel erg zeggen hoor. Deze hier wel even in. Ik ben toch verstandig om hier even een beetje een verzoenlijke trekker voor te doen, want... het is nog een beste kaart natuurlijk. Kijk. Nou, gaan we daar ook heen. Ik wil in ieder geval beginnen met mest strooien. Kijk, een ander gewichtje ook nog gelijk hebben oppikt. Ik heb er hem verder aan. Hoe dat ding zag niet meer apart op te halen. Die neem me gewoon mee. Moet toch eens even kijken of we alvast... die kar dan weer vol kunnen laden. Dus even kijken hoe ver ze ermee zijn. Geen idee. Even kijken hoe dat met dat ploegen gaat, want ja. Ik ben toch niet helemaal gerust op dat het in één keer goed gaat. Ik denk dat we er nog wel een keer bij moeten.
Maar vooralsnog ziet het er redelijk uit, moet ik zeggen. Valt mij mee. Kijk, maar we kunnen natuurlijk ook zeggen dat wij op dit veld gaan beginnen. Oh, kijk, het vuur is uit. Kijk maar. Wat is dit nog wel? Oh, aardig zwart worden allemaal in die schuur. Goeiedag. Ja, weet gek. Het is allemaal hout, hè? Heeft nog geluk dat de rest gewoon beton is. Kijk, ja. Jezus zeg. Helemaal zwart. Hm. Ik film me van over, hè. Oh, goed, als je mazzel heeft, kan die beton aan staan en dan... ja. Dat is ook allemaal fortfikt. Dan kan ik beton laten staan, hoeft hij alleen maar nieuw hout in te laten timmen. Ja. Nieuwe wandering. Wat toch, wat toch. Nou goed, doe maar. Even kijken naar een ander veld. Kijk, er moet nog, kalk nodig trouwens. Het moet ook nog. Oh, jij hebt nog aardig wat werk aan, zie ik maar. Mais, hè. Dat past nog wel. Kijk, we zitten nog in een mesthoop, 50.000. Oh, een beetje maslem, dan kun je dat erin. Dus even kijken hoe dit gaat. Ik snap alleen niet dat het verbruik nog niet naar beneden gaat, maar dat is wel een beetje jammer eigenlijk. Maar goed, die redt zich ook. Ik denk dat we in de tussentijd maar eens even dat koolzaad er even afgehaald met de varkensboer. Die zond zich wel in nou, met ploegen en bemessen neem. Dan kunnen we dat mooi in de tussentijd even doen, maar dat prust nog wel. Ik wil straks wel even kijken hoe we hiermee verder gaan. Nou, hou maar dit lummel op paard. In ieder geval koolzaad eraf, dat vind ik ook wel belangrijk. Dat die varkensboer die pikvoetmixer even aan de loop kan krijgen. In ieder geval een beetje varkensvoer. Ja, en zo hebben we helemaal nog druk. Drukte van je welste weer, man. Ja, eens even kijken wat wij zeiden. Zullen we hier niet neer kunnen zetten? Ja, achter een plaats. In ieder geval nog een beetje de ruimte. Even draaien. Zo, even kijken. Dan gaan we... Kijk, oh, dit is ook alvast. Om dingen aan het werk kunnen zetten. Dan kun je zelf even een bak met aardappels ophalen. Of twee misschien, mooi om kijken. Het ene is ook al klaar met mestrooien, dat is mooi. Dus daar kan er ook kalk op. Eerst misschien nog dit neem aan de gang krijgen. Dit is mooi, jongen. Dat is eindelijk kunnen we dan een keer varkensvoer maken. Een keer tijd voor nou ook. Ja, je kunt niet alles tegelijk. Dat is ook weer... Vaak wil je een heleboel dingen, maar ja, je kunt niets. Door de keeper er even achter doen. Ik denk ook de... Ik kijk, maar ik wil de veer het beste pakken, denk ik al niet. Of kan het met Disney ook? Ah, dit zou wel een kunnen. Ja, maar kunnen. Even kijken. Allemaal mooi en vast een bak aardappels op. En dan kunnen we daarna... Combine denk ik ook nog een keer lossen. En dan kunnen we in ieder geval dat ding aan de loop zetten. Ah, dat kan mooi. Kijk, mooi met de vent 400. Nou, even kijken. Dit veld is ook klaar met bemesten, dus er moet kalk op. Zien we dat tussendoor nog even in gang kunnen zetten. Laat ik deze jongen even hier staan. Dan ga ik heel even weer naar de... Varkensboer. Zo, gaan we even een vrachtje aardappels ophalen. Ik moet dat geheerd. Neem een rondje. Ja, ik denk dat wacht. Jullie zetten volgens mij genoeg
op voorraad. We zijn hierin gaan. Oh. We zijn hierin gaan. Een rondje Rijn. Kijk maar, dat was. Aardappels. Kijk. Zo dat dus, nee. Ja, kijk eens. Nou, daar houden we dat ook terecht. Wij bedanken de firma Kuipers. Voor de pataten. Oh, hij krijgt wel eens lekker zwaar. Je moet er wel wat voor doen, hoor. De 110 pk wel nodig. Zo. Ja, ik ben, maak net een allemaal aardig snel gaat met die met dat varkensvoer, volgens mij. Want zo heel vaak heb ik nog niet varkens gedaan. Om een keer gedaan op de server, maar... Volgens mij... Volgens mij krijg je er ook een partij mes van, jongen, van die dingen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik denk eerst dat het allemaal bij kunt horen, maar ja, misschien ook wel. Je weet het niet. Ik denk dat die combine ook al een mooi eindje is, nou. We zaten 91% vol. Nou, dat is mooi op. Ik zal natuurlijk al een paar stukjes laten staan. Maar goed, dat kunnen we zelf nog wel even doen. Nou, een paar kleine dingetjes. Die knip je zelf nog wel even af. Dan kunnen we toch zo met de pijp in mijn silo lossen. En dan gaan we dit erin doen. En als het goed is, kunnen we hem aanzetten. Als het goed is. Oh, hier moet ik winnen. Even kijken, mais. Suikerpieten, die moet ik niet hebben. Sorghum, ja, die zit. Activeren. Als het goed is, komt er wat bij. Kijk. Ja. Mooi man. Oh, terecht. Mooi werk, mooi werk, mooi werk. Nou, kan dit weer onder het dak. Nou, een licht dat flikkert, dat weet ik zo niet. Nou, kan dat ding ook weer weg. En dan gaan we nou nog even bij Banning kijken wat we daar nog allemaal in kunnen doen. Ik denk niet dat het allemaal klok reed, maar... Ja, nou goed, we moeten eens in kijken. Ik ben nou blij dat die Pickford mixer nou aan de loop is. Die varkens die zitten er al in, zoals je hoort. En ja, god. Die ding die moet wel tevreden hebben. Ik zie dat ik daar ook al mee aan het werk moet. Zie je dat? Die borden die knippen. Dat ligt volgens mij aan die foto. Nou, dit veld moeten we ook weer onderwerken. Even kijken wat we daar nog gaan doen. Ik gok dat de schoeiapoen opkomt. Denk ik. Maar eerst dit ding weer naar huis heen en dan gaan we nog even kijken bij Banning. Zo, nou, de combine is weer in huis. Dan pak ik me de kalkstrooier ook nog even mee. Want die hebben we ook nodig. Volgens mij zat die al vol. Toch een keer gebruikt, dacht ik. Nou, maar het is toch wel een heel gepruts om dat allemaal... Even kijken, we gaan even een grote wisseltruc doen. We gaan deze daarop zetten. Er komt in ieder geval dat mais daarin. Even kijken, hoop ik dan dat hij dat gaat doen. En het werkt. Nou, aha. Kijk. Nou, dat is mooi. Je gaat daarheen.
We die ook even aan het werk. Kan deze, als het goed is. Die kan weg. Ik moet nog een restaurant inzetten en dan moet wel weg. Nou, dan mogen jullie mij dat uitleggen waarom die nou niet. Want ik heb alles in die menu's heb ik op open staan. Ook van een normale helper. Wat heb ik hier dan? Het open van. Ik snap niet waarom dat hij dat niet doet. Ik heb dat toch geactiveerd, neem ik aan. Fuel save, alles. Dus als iemand dat weet, laat mij weten, jongens, want ik weet het niet. Ook bij de normale helper heb ik dat geactiveerd. Helpers. Kopen, alles kopen. Dus ik vind het een beetje vreemd dat hij dat nou niet, dat het nou niet onderuit gaat. Waarom die dat nou niet doet, dat weet ik niet. Maar ik vind het een beetje vreemd, jongens. Als iemand dat weet, dan laat mij alsjeblieft in weten als je wilt. Ik weet niet wat ik over het hoofd zie, namelijk. Automatische reparaties, chauffeursloon. Een beetje vreemd, maar ik zet deze in ieder geval wel even. Deze breng ik in ieder geval wel naar huis. Ik zal eens even kijken hoe we dat gaan doen. Ik moet nog eens iemand uitvolgen hoe dat zit. Ik dacht dat ik allemaal voor elkaar had, maar blijkbaar dus niet. Kijk, daar komt de kunstmestreuer aan. Die zet ik hier nog even op. Hier moet nog even 50% meer bij op. Als iemand weet, jongens, laat me in weten in de comments als je wilt. Want ik snap niet wat ik nou verkeerd in heb gesteld. Ik ga het ook nog even opzoeken natuurlijk op YouTube of wat. Cosplay, helper, dat alles er wel afgaat. Deze kan ik wel vast aan het werk zetten. Kalk zit erop, 50%. Dan kan ik deze aan het werk zetten. En dan dat kleintje nog even aan het werk zetten. Het is wat, jongens, hè. Dat veldwerk, jongens, dat is poeh. Oppassen daar niet te veel. Ik breng deze naar huis, mensen. En het laatste, dat zal zich wel rennen. Ik denk de volgende keer dat is deze met dit veld ook klaar. En dan ben ik in ieder geval alles weer glad. En dan denk ik de volgende keer dat we wel eerder dat Gerst een keer af gaan knippen hier. Dan kan dat mooi naar Kuipen zien. In een silo. En dan het stro uiteraard bij die man in de opslag. Maar dan moet er eerst een andere opslag komen. Want ja, een paar van die strompelde planken, dat is natuurlijk niet waar. Dus de volgende keer zal dat ook wel weer in alle mee, denk ik. En dan moet je hem kijken wat we verder nog gaan doen. Ik denk dat we bij Kuipers ook nog aan het werk kunnen om die uien in te gaan zaaien. Dus dat is werk zat weer voor de volgende keer. Ik breng die eerst naar huis heen. Ik zou zeggen weer bedankt voor het kijken. En dan zien we elkaar de volgende keer weer. Ajoe!